Goeiedag, het is vandaag droog en er zijn perioden met zon. Het wordt zo'n 25 graden. U kijkt naar het TV West Nieuws van dinsdag 22 juli. Ik ben Vincent Veeman. In Alphen aan den Rijn heeft maandagavond een schietpartij plaatsgevonden met dodelijke afloop. Het gebeurde op het parkeerterrein van winkelcentrum De Heerhof. De politie heeft een verdachte aangehouden. Omwonenden zijn geschokt. Ik kan mijn flat lopend uit, maar ik kom niet ver. En met de auto kan ik sowieso geen kant op, want die staat achter het lint. Achter het lint staan mensen te kijken. Ze zijn bang voor een herhaling van het schietdrama in winkelcentrum Ridderhof. In 2009 kwamen daar 6 mensen om toen Tristan van der Vlis om zich heen schoot. Vooral naar wat er lang geleden is gebeurd in de Ridderhof raakt je wel dat dit weer gebeurt, zeg maar. Volgens ooggetuigen schiet ook hier bij de Herenhof de dader wild om zich heen. Het slachtoffer zou in de borst zijn geraakt. Ik heb geen schot gehoord. Ik heb wel van andere mensen gehoord dat er geschoten is. Maar ik heb het zelf niet gehoord. Nee. En weet u ook hoe vaak? Hoe vaak? Ik heb 5 keer gehoord en ik heb 1 gericht schot gehoord. Dus dat zou ik niet weten hoe vaak. Na het schietincident staat de dader op de vlucht. Hij wordt even later op de President Kennedylaan opgepakt. Het slachtoffer bezwijkt korte tijd later aan zijn verwondingen. Op dat moment aan het eten en ik kreeg een berichtje binnen dat er een schietpartij was. Ik ben meteen deze kant op gegaan. En ja, ik ben meteen naar de zijkant gegaan waar nu ongeveer het zwarte busje staat. Daar kon je via de gleuf het lijk zien leggen. De politie zoekt nog uit wat er precies is gebeurd. De vliegramp in Oekraïne houdt ook de 5e dag na de crash de gemoederen nog bezig. Verontwaardiging, verdriet en medeleven groeien. In het water bij de Bierkade in Den Haag is door nabestaanden een bloemenmonument gemaakt bij het beeld van de Haagse kunstenaar Rijn Spekke. Hij kwam om het leven bij de vliegramp. Zijn oranje leenmannetje draagt nu een rouwband. De politie in Den Haag heeft gisteravond een man aangehouden in verband met de overval op een tabakzaak aan het Jongbloedplein eerder op de dag. De tabakzaak Prima Foto werd om 5 uur overvallen door 2 mannen. Er is nu dus 1 verdachte aangehouden. Het is niet duidelijk of bij de overval mensen gewond zijn geraakt. De overvallers gingen er vandoor met geld. Het is niet bekend hoeveel. De hefbruggen over de Gouwe gaan volgende week dicht vanwege nachtelijke werkzaamheden. Het gaat om de hefbrug in Boskoop, maar ook die in Alphen aan den Rijn en Waddinxveen krijgen een opknapbeurt. De werkzaamheden zijn 's avonds gepland en beginnen volgende week dinsdag. Volgende week vrijdag moet het dan klaar zijn. Beroepsscheepvaart en autoverkeer zijn die avonden gestremd en worden omgeleid. De 56e editie van de Strandzesdaagse is gisteren van start gegaan. De duizenden deelnemers vertrokken 's ochtends in Hoek van Holland en kwamen aan het eind van de middag aan in Wassenaar. De deelnemers lopen in totaal 140 kilometer in 6 dagen tijd. Onderweg wordt er geslapen in tenten. De eerste halte is Duinrel en iemand moet de laatste zijn. Ja, we zijn wat later begonnen. We zijn om 9:45 gestart, dus dan ben je wat later. Hè? Maar het was heerlijk vandaag. Dus, Hoe is het met de benen? Goed. Lekker. Ja, ik zie stevige wandelschoenen. Ja. Stevige wandelkuiten. Ja. Last van blaren? Nee, helemaal niet. Maar wat doe je dan onderweg een hele dag lang? Nou, wij hebben voornamelijk samen opgetrokken omdat we de laatste waren. We hebben lekker bijgekletst en gewoon lekker van het weer genoten en van het strand en de lucht en de zee. Even lekker niks. Vandaag de 2e dag van de Strandzesdaagse. De volgende halte is Noordwijk. Dan kijken we naar de ochtendbladen. In al die kranten staat vandaag de paginagrote rouwadvertentie van het kabinet. Geschokt en verdrietig. Met daaronder de namen van alle slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne. En natuurlijk staan de kranten ook vandaag vol over de vliegramp met de MH17. Naast het laatste nieuws ook analyses. Zo schrijft de Volkskrant dat de vliegramp voor premier Rutte en koning Willem-Alexander de eerste nationale ramp is. In het begin was er nogal wat kritiek op hun aanpak, maar sinds gisteren gaat het beter volgens de krant. Aanvankelijk straalde Rutte vooral machteloosheid uit, maar gisterochtend op de briefing op de Tweede Kamer vertelde hij een samenhangend verhaal waarin hij duidelijk de dilemma's schetste die reden waren voor de voorzichtige reactie. Ja, maar in de kranten ook ander nieuws. Volgens de AD zijn gisteren 1500 leerlingen weer de schoolbanken ingegaan. Vakantie of niet? De zomerschool is razend populair. In Den Haag zijn er dit jaar 17 locaties waar kinderen ook in de vakantie naar school kunnen. Wethouder Ingrid van Engelshoven denkt dat de zomerschool zo populair is omdat scholieren de vakantie te lang vinden. Ze vergeten in die tijd wat ze hebben geleerd. En er komt een oplossing voor de bereikbaarheid van Stompwijk, schrijft de Telegraaf. Het dorpje ten noorden van Zoetermeer, langs de A4, is nu alleen bereikbaar via de Stompwijkse weg. En die is flink verzakt en daardoor gevaarlijk.
Er komt volgens de wethouder een nieuwe verbindingsweg, waardoor de Stompwijkseweg kan worden opgeknapt en ontlast. Kostte 28 miljoen euro. Het idee komt van een inwoner van het dorp zelf. En tot zover het TV West Nieuws. Meer nieuws is te vinden op omroepwest.nl en op de apps voor uw telefoon en tablet. En natuurlijk de hele dag bij de collega's van 89.3 Radio West. Maak er een mooie dag van.